Kill hem, kill hem, kill hem, kill hem. Oh nee. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortar Speelt Stranded Deep. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. En ik ben hier vergezeld door deze vleermuizen. Ja. En ik heb dorst. Het is tijd om te drinken, dat is ook waarom ik 's nachts opneem. Normaal had ik wel eventjes naar dag gesprongen, maar we hebben echt heel erg dorst. Dus het is tijd om wat dingen te droppen. En ik heb eigenlijk wat stokjes nodig. Stokjes, ja. Er zijn namelijk wat dingen die anders zijn in deze biome dan dat we gewend zijn. De game sounds iets zachter voor mij. Ja, er zijn ook wat dingen die we... Omdat we nu in deze nieuwe biome zijn, die we vorige aflevering bereikt hebben, zijn er wat dingen anders. Daar moet ik eventjes aan wennen. Een van de dingen die anders zijn, is dat in deze biome zijn geen palmbomen. En dat is best wel een beetje een probleem. Ik zal je zo meteen vertellen wat we aan het bouwen zijn. Maar ondertussen bouw ik het alvast voor een deel. Maar dus is het probleem dat er geen palmbomen zijn. Want palmbomen zijn namelijk super relaxed. Om de reden... die namen zijn nog niet helemaal alles. Om de reden dat je twee dingen kunt krijgen van palmbomen. Namelijk één, je kan er palmbladeren van krijgen. Nou, dat is op zich wel chill, maar niet echt noodzakelijk. Palmbladeren heb je nodig voor het maken van een bed of voor een hutje. Allebei gebruik je om je game te saven. Hey, even stil man, hutje. Volgens mij maakt vleermuizen het echt niet eens zo klauw, maar oké. Ik kan niet meer dragen. En twee, geen kokosnoten. Dus dat is echt een probleem, want dat is mijn lievelingsdrinken onderweg. Dat is echt verreweg het makkelijkst. En deze biome heeft ook geen... Bam. Deze biome heeft ook geen fruit. Dus dat is best wel een dingetje. Op een negatieve manier, want normaal konden we altijd gewoon maar drinken, gewoon oprapen. En dat was makkelijk. Ik heb nog wat kokosnoten, maar die bewaar ik liever voor echte noodgevallen. We zijn nu... Even terug naar die stokjes. We gaan die vleermuizen weer grillen. Vervelend. Ja, normaal was het dus heel makkelijk om drinken te krijgen. En dat is nu niet. Geen fruit, geen kokosnoten. Ach ja. Het spel zal toch gewoon een keertje moeilijk worden. Hé, hey, geef me dat. Ja. En wat ik dus nu aan het bouwen ben, is een water still. Of ja, het heet een water collector in het spel, maar het is eigenlijk een water still. Want we gaan het water destilleren. Nou heb ik helaas maar één emmertje. Dus dan moet ik een beetje met een emmer en een kokosnoot eronder hangen. En dit oprapen. Eén stokje nodig waarschijnlijk. Nee, ik gebruik deze al. En dan kunnen we wat water destilleren. Oh, dan heb ik sowieso extra hout nodig. Kan ik iets laten vallen van wat ik bij me heb? Liever niet, hè? Nee. Oké, ja, past niet. Ik zal die ophalen. Dus dat zijn we aan het bouwen. Verder heb ik mijn save game hier staan, dus dat is wel prima. Ik zal trouwens zo meteen ook even kijken of ik een bed kan bouwen. Oh, lashing is nog nodig. Zo, wat een werk dit, jongen. Oeps, verkeerde knopje. Stukjes op de grond, stukjes op de grond. Prima. Op om een lashing te halen. Waar komt mijn machete op? 5. 4 bedoel ik. 1. 2. En dan deze. 3. 4. Craft. Ja, leven is altijd... of het leven, het overleven in dit spel. Kan soms een beetje... rustgevend zijn. Laat ik het zo zeggen. Gewoon een beetje zo spulletjes verzamelen. Ik prima. Oh, heb ik nou het verkeerde aangeklikt? Dat is niet wat ik wilde. Ik wilde namelijk een water collector. Oh ja, ja ja. Nee, meen je dat? Oh, waarschijnlijk kan het niet omdat deze dingen in de weg liggen. Schuif eens op. Ik hoop dat die boot niet in de weg zit. Dat zou echt wel een probleem zijn. Ik heb hier niet zo heel lang over nagedacht. Oh, hij zit ook echt met één. Nee, dat ben je niet. Wat een pech. Weet je wat?
Ik ga even spullen hiervoor verzamelen. Ondertussen hebben we namelijk wel echt dorst. Yep. Dus misschien is het al tijd om een kokosnoot aan te breken. Ik weet het niet. Laten we even kijken wat hierin zit. Is dit een manier? Volgens mij kun je gewoon naar de horizon kijken en dan laten vallen. Is het een recht stukje? Ja. Drop. Bucket of seawater. Ja, oké. Okay. Maar goed dat ik dat niet gedronken had. Ik dacht, je kan het namelijk niet zien als je het in je inventory hebt. Of het seawater is of niet. Tenminste, bij seawater zegt hij niet dat het niet te drinken is. Dus dat is een beetje jammer. Ja, het zijn genoeg stenen. Heb ik wel waarschijnlijk wat meer stokjes nodig. Right, ik ga even dat destilleerding opzetten. En dan destilleer ik gelijk wat water uit. En dan zie ik je zo meteen. Haha, mijn eerste water. Snel dit opdrinken. Slurp, 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 slurp. Eén streepje. En hang terug. Oh, dit gaat echt heel lang duren volgens mij. Ik vraag me af of we er tegenop kunnen drinken. En ik denk het eigenlijk niet. Dus ik ben denk ik geneigd om eventjes terug te gaan naar dat andere eiland. En daar eventjes wat te gaan drinken. Sterker nog, misschien moeten we dit eiland gewoon laten voor wat het is. Moet even kijken wat handig is om mee te nemen. Lamp aan. Cloth, hamer, boog. Nee, propeller. Dit zijn alle spullen die we kunnen... Oh, wacht, dat konden we nog doen. We konden nog een nieuwe motor proberen te bouwen. Ja, laten we dat ondertussen even doen. Even kijken. 1... Oh, wacht, daar heb je heel veel spullen voor nodig, hè? Kijk, wat hebben we daar eigenlijk allemaal voor nodig? Eerst maar eventjes wat dingen wegleggen. Het kompas. Ja, niet zonder het kompas vertrekken natuurlijk. Carburetor, fuel tank, propeller en een engine. En als we dan craften, dan staat het erbij bij scheepje, propulsion, bootmotor. Het enige wat we nog niet hebben is duct tape. Meen je dat? Heb je dat nodig hiervoor? Dat was ik helemaal vergeten. Heb ik dat? Het antwoord is... helaas niet. Even kijken, wat hebben we ook weer nodig? De lamp wil ik hebben, het kompas wil ik hebben, de kleurgun wil ik hebben. Ligt hier nog wat duct tape onder? Nou ja. Ah. Ja, dat ga ik niet meenemen. Nou, ik kan die motoronderdelen wel eventjes bij me houden. En als ik dan... als ik dan een duct tape vind, dan maak ik hem wel gelijk vast. Dat is wel prima. Ik ga niet meer motoronderdelen bij me hebben, want dat heb ik volgens mij niet echt nodig. Het is echt een goede gewoonte om twee motors... volgens mij is het nu zo dat je geen brandstof in je motor hoeft te doen. Maar als je twee motoren hebt, dan kun je natuurlijk gewoon... heb je eigenlijk twee keer zo'n grote brandstoftank. Dat is wel praktisch. En het wordt al bijna dag, maar ik moet ook bijna naar bed. En ik moet mijn emmer meenemen. Nou, dat kan wel. Want ik laat denk ik dit eiland voor wat het is. Even kijken, waar... Volgens mij komen we van dat eiland vandaan. Die staat op 200, of die staat op 40. Volgens mijn laatste aantekeningen zijn we gekomen richting... Wow. En het is dag. Zijn we gekomen vanaf... 230, dus 230 min 180 is ongeveer 50. Dus dat zou dan daar moeten liggen. Oké, misschien heb ik gewoon een beetje scheef gemeten. Of de breedte van het eiland niet meegenomen. Ah, ik heb echt geen zin om hierop te wachten eigenlijk. Maar ik heb het gevoel dat het moet. En weet je wat ik me ook afvraag, wat ik niet echt weet, is of de biomes ook echt doorgaan. Of dat het gewoon de biome per eiland is en dat dit heel bijzonder is. Kijk, dat eiland, zou dat eiland bijvoorbeeld, zou er daar weer palmbomen staan, dan kunnen we net zo goed doorvaren. Weet je, ik denk dat eigenlijk, ik dacht dat ik dat slim zou bedacht, maar het valt vies tegen. Ik dacht, misschien kunnen we wel doorvaren. Maar ik denk niet dat het erin zit. Dit uitzetten. Niet met een emmer zeewater rondlopen, want dan ga je ervan drinken. Ik wil even een machete in je hand. Waarom kan je niet een machete in je hand doen? Ik snap er niks van. Misschien wil ik wel iets laten vallen. Wat dacht je van... Ik wil eigenlijk niks laten vallen, maar ik heb bedacht dat die messen eigenlijk best wel slecht zijn. Want je kan gewoon net zo goed een machete gebruiken. Wat zegt hij eigenlijk bij een mes? Goed om mee te snijden met gemiddelde durability. Gemiddelde, ja, het gaat gemiddeld lang mee. En deze? Good durability. Nou, in dat geval is
ga ik gewoon geen knives meer sparen. Ook al heb ik er 4. Dat is mijn messenverzameling. Oh, kijk, ze klappen dicht als je ze... Pshoek. Dat zag ik wel uit. Hate pick-up? Ja. Oké, nu kan ik wel weer wisselen van spullen. Nice. Zullen we toch maar naar het volgende eiland? Laten we het riskeren. Ik heb 2 dorst. En als het niet lukt, dan kunnen we waarschijnlijk wel terug naar het eiland. Haha, geklommen. Oké, dit gaat een beetje lawaai maken. Maar ik ga dus naar het eiland wat daarachter ligt. Waar is mijn kompas? Die. Dus moet ik zo meteen even opschrijven. En dan zie ik op het volgende eiland. Oké, nou het eiland... Oh. Er liggen hier dikke koraalbanken. Het eiland lijkt veel groter dan waar ik op gehoopt had. Dus dat is echt positief. En het heeft palmbomen. En kijk, zo ziet het eiland eruit waar we vandaan kwamen. Dus de nieuwe biome. Ik zou eigenlijk niet... laten we het zeggen dat het de rotsbiome is. Dat praat misschien wat makkelijker. Oh, nu is het weg. Oeh, oké. Maar de rotsbiome... en dit is weer van de... Oh! Bonus. Yes! 2 emmers. Kijk, dat is echt super chill. En dat was ook in de... Dat is eigenlijk wel wat ik over... Hier, een zwijntje. Hallo! Oké. Okay. Wees vrij en niet dood. zijn nou kug? Ja, hij is ook kug. Oké, okay, het is tijd om hier te gaan slapen en spullen bij elkaar te doen. Weet je... Wat? Nee, huh? Wat is dat? Is dat een... Wat is dat? Oké, okay, vis. Heel veel vis. Geen slechterikken, nee. Wow, oh, dit is een stuk van een boot. Goed, ik merk trouwens, af en toe dan kijk ik... Ik moet natuurlijk al deze filmpjes editen en zo, en ik in elkaar knutselen. En dan merk ik nog wel eens dat ik af en toe negeer dat er een spannend muziekje is. En die spannende muziekjes moeten aangeven dat er dan haaien zijn. Dus ik moet beter daarop letten vanzelf. Anders worden opgegeten en dat zou een beetje zonde zijn. Ik zie geen kistjes. Geen goodies. Hier misschien in. Niet vergeten adem te halen. Nee. Right, oké. Okay. Nou, dan kan ik ondertussen even praten over de laatste update. Want jullie weten dat wel dat 2 afleveringen geleden... Dus niet de vorige, maar degene daarvoor. Toen hadden we die nieuwe dieren waren geïntroduceerd. Zwijntjes, slangen. Slangen hebben we nog niet gezien. Wie nog meer? Vleermuizen en de meeuw kun je niet doodmaken en eten. En fruit. Oh my god, dat heb ik echt gemist, jongen. Laten we eerst al het fruit opeten wat we kunnen vinden. Dus dat is allemaal veranderd. Maar wat ook was veranderd, is volgens mij dat ze het kapot hadden gemaakt. Dat je emmers vond. Dus we hebben maar 1 emmer gevonden. En toen zat ik later, kwam er nog een update op de update. Zeg maar tussen de vorige... Deze aflevering en die daarvoor. En daarin stond ook van... Ja, het vinden van emmers gaat iets mis mee. Dus nu zou het weer gefixt moeten zijn. Oh, my stats. Yes. Oh, lekker. Het is echt een oase, jongen. Ik wist niet hoe erg deze biome gemist had. Maar ja, nu moeten we dus weer... nu zouden we dus weer emmers moeten gaan vinden als van ouds. Het is een beetje suf dat we 2 afleveringen gezocht hebben. Nou, 2 afleveringen. Ja, we hebben onder andere gezocht naar emmers. En we hebben er niet zoveel gevonden. En nu hebben ze het weer teruggedraaid. Nou, we kunnen nog gewoon verder zoeken naar emmers. Zoals deze. Ja. Yeah. Ik heb nu al 3 emmers, man. Het is echt dubbel zoveel als in de vorige 2 afleveringen. Dus dat is prima. Ik dacht al van, nou, zo moeilijk kan het er niet zijn. Ik vind waarschijnlijk, als ik een beetje stevig op avontuur ga, gewoon 2 stacks emmers. Maar het bleek aan het spel te liggen. Er zit een fout in het spel. Oké. Okay. Geen duct tape hier. Waarschijnlijk wel een goed moment om nog een kokosnoot te plukken. Kijk zoveel kokosnoot hier zit, joh. En mensen zeiden ook... Hey, ik wil deze pakken. Waarom kan dat niet? Oh, hier.
pak. Pak hem. Ja, gelukt. Naar beneden. Oh ja, ik was vergeten dat je voet kan zien. Nice. Mensen zeiden ook, maak een bed op een boot. Maar ik kan het niet tillen allemaal. I can't hold hand. Blap. I can't hold all these things. They're so awesome. Dus ik ga dat wel even proberen. Moet ik eerst wat spullen droppen. En we moeten ook even saven hier. Want dit is wel echt een... onze stats zijn in tijden niet zo goed geweest. Ook al moeten we slapen. Maar dan gaan we in ieder geval gaan we hier... Of we gaan hier slapen. Of we gaan hier... Kijk, ik geef me sowieso die kokosnoten. Score. We gaan hier sowieso slapen. En of we nou op de boot kunnen slapen. Dat zou het mooiste zijn. Maar ik denk niet dat dat kan. Dit vind ik ook nog steeds zo'n coole animatie. Ik denk dat het gewoon wordt dat we weer zo'n hutje bouwen. We hebben nieuwe, in ieder geval nieuwe bladeren. Dit kost echt zoveel tijd, jongens. Waarom is bladerhakken zo moeilijk? Dit is verschrikkelijk. Oh, hij is los. Oké. Okay. En dan nog 12 van deze. Nou, we komen er wel. Weet je, er zijn hier nog allemaal dingen die gezonken zijn hier. En die wil ik nog steeds vinden. En dat is voor mij eigenlijk het doel. Is gewoon om alle content tenminste één keer gezien te hebben. En ik weet van de wiki wel ongeveer wat er zou moeten zijn aan content. Bed. Oh, nog vier. Vier lashings en wat sticks. Wat er zou moeten zijn aan content. Er zouden nog... wat is het? Wat moet ook weer op de bodem liggen? Onder andere vliegtuigen. Dat wil ik zien. En ik wil zien... volgens mij kun je ook het UFO hebben. En er zijn ook, wat ik helemaal wil zien, is, zijn een soort van boorplatformen die drijven. Die staan zeg maar in het water. En ik heb dat één keer gezien en het zag echt heel cool uit. Dus dat wil ik echt nog heel graag een keertje meemaken. Hé, hey, niet zoveel yucca, of lijkt het maar. Hier staan allemaal die kleine plantjes. Dus ze allemaal even omhakken. En dan hoeven ze niet op te pakken. Even hier een beetje strategisch gaan staan. Craft a lashing. Vang met lucht. Ha. Kan ik er nog een bouwen? Nee. Maar misschien is er eentje in de buurt. Ook niet. Oké, nou pak ze dan maar op. Ja, ik ga wel eventjes kijken. Dit ken ik nou wel. Of ik alles kan vinden en dan zie ik ze meteen. Oh guys, kijk wat ik gevonden heb. Een slang. Volgens mij kun je het slangen het beste gewoon maar even niet aanraken. Ik wil heel graag zien hoe die... Oeh, een bootje. Ik wil heel graag zien hoe die eruit ziet. Even kijken. Hebben we nog een lashing hier? Net had ik lashings gebouwd. Ik was nog niet klaar met spullen verzamelen. Maar dat geeft niet. Als ik nou in de buurt van mijn lashings ga staan... Bow, craft, klik. Oké, ja, ik weet nog hoe dit moet. Staat op de steen. Gaat hij me aanvallen? Kom op, die was raak. Volgens mij, ja, ik voel me niet echt schuldig over slangen doodmaken. En deze pijlen kun je ook weer oppakken, dus dat is wel prima. Kom op. En het schijnt, tenminste, ik kijk wel eens van die survival programma's en zie altijd van die dudes van die slangen eten. En zeggen ze, oh, dit is echt zo lekker. En dan denk ik, ja, misschien ook wel. Ik moet je het voorstellen. Kom op. Het enige probleem is als hij niet doodgaat, is dat al mijn pijlen daar liggen. En daar heb ik al flink voor lopen sparen. Kom op. Die was gewoon goed. Zijn slangen onoverwinnelijk? Is dat het? Hoeveel pijlen heb ik nog? Top. 1. Meen je niet. Oké, okay, one shot. Nee. Ik kan stiekem wat pijlen pakken. Zo boos? Nee. Oké.
Ik kan het wel wagen, want ik heb in principe, ik heb antibiotica bij me en ik heb mijn morfinepennen bij me en mijn bandage. Dus ik denk dat als ik mezelf kan healen, dat het, als ik mezelf moet healen, dat ik wel de spullen daarvoor heb. Ho! Klang. Word dood. Kom op. Nee, dit slaat nergens op. Volgens mij kan ik hem niet hitten. Anders was het al lang gebeurd. Tenzij dat ik hem natuurlijk met een machete moet aanvallen. Ik ga hem van achter besluiten. Ik ga aan de kant krap. Het is iets tussen mijn slaan. Ha! Kill hem, kill hem, kill hem, kill hem. Oh nee. Oké, ik doe wel antibiotica. Hamnamnam. Heb ik het al opgegeten? Oké, ik heb 4 hartjes. Gaan we hartjes naar beneden? Ik weet het niet. Nee, nog steeds 4 hartjes. Oké. Volgens mij is de slang gewoon onverwinnelijk, man. Wat gemeen. Oké, dit heb ik niet meer nodig. Ga weg, boog. Ik heb wel al die pijlen even nog nodig. Man. Midnight Snake. Wie doet er nou onoverwinnelijke monsters in zijn spel? Dat is gewoon echt heel erg gemeen. Heb ik ze allemaal? Nee, ik mis 4. Oké. Maakt niet uit. Oh, hier zijn er nog een paar. Oké. Ik heb alle pijlen weer. Waar ik zo hard op gespaard heb. Behalve eentje. Die weet mij te ontkomen. Wie het ziet mag het zeggen. Maar ik zie niet. En ik kan die antibiotics kan ik niet. Hoe dan? Linkermuisknop. Ingedrukt houden. Klikken. E ingedrukt houden. Korte E druk. Nou, ik weet niet hoe ik dit tot mij zou moeten nemen. Nee. En wat doet morfine? Voor broken bones. Oké, dat is niet wat we nodig hebben. Hoe staat het met mijn levens? Ook wel prima. Of zo. Oké, dus dit gaat goed. nou, tot zover het lange avontuur. Ja, ik heb dus 2 dingen geleerd. Slang kan niet dood. En ze kunnen jou wel echt pijn doen. Dus uit de buurt blijven. Helaas. We gaan nog niet erachter komen hoe ze smaken. Helaas. 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 Oké, laten we kijken of... Yes. Kura kura. Laten we kijken of we een... Heb je hier toevallig nog planken? Oké, dan gaan we dat bed-experiment doen. En dan denk ik dat het daarna wel tijd is om de aflevering af te ronden. Zou ik hier al een bed op kunnen bouwen? Ja, laat ik... Ik wil eigenlijk nog meer planken op mijn boot hebben. Ja, sorry. Ik weet dat ik gezegd had van dat we een bed op gingen bouwen. Maar als ik nou nog meer planken heb, dan heb ik meer ruimte voor een bed. Dus als het dan lukt, dan ben ik wel heel gelijk heel blij ook. Dus ik pak nog eventjes snel wat planken. Tarp? Nee, dat heb ik niet nodig. Planken. Op het vorige eiland lagen ze wel. Waarom heb ik ze toen niet opgezet? Dat was best wel dom. Oppassen dat ik die slang niet weer tegenkom. Ik heb het gevoel dat hij hier ergens chillt. Dus... Zie ik het verschil niet tussen zo'n stok en een slang? Komt hij duur te staan? Nou, het valt wel redelijk op. Maak je maar geen zorgen. Nee, ik zie zo snel geen... Dit is mijn boog. Ik dacht echt, ik zou zweren dat dat een slang was. Nu dat ik weet dat hij op het eiland zit. Dude, zitten hier gewoon geen planken? Meen je dat? Gewoon helemaal nul? Ik hoop. En wel een zwijntje. Dus dit eiland van de zwijn en de slang. Het klinkt als een soort van sprookje. En dat slang dan het zwijn allemaal dingen gaat wijsmaken en zo. Oké. Maakt niet uit. We gaan gewoon kijken of we het zo kunnen bouwen. Bed. Lashink. Ja, die heb ik klaargelegd. Die liggen hier. 1, 2, 3, 4. Ik vind die pick-up animatie... meh. Ja, het oprapen, dat geloof ik wel. Het moet hier zo. Zou het nou... Kan dit wel in de lucht bouwen? Meen je dit? Laat ik gewoon heel even...
klein beetje op zee gaan. Zodat hij het niet per ongeluk aan het land vastmaakt. Yep. Oké, ga ik hier staan. Bed. Craft. Meen je dit? Het lijkt wel. Gaat toch gaan lukken? Zelfs op dit deel. Oké, dan zou ik het hier moeten bouwen. Ik wil dat het een beetje vast zit op het... Bam. Ho! Wat? Dit meen je niet. Kan ik hem nog oprapen? Oh ja, oh. Oh, maar ik kan hem wel meenemen. Oh, heel mijn boot scheef. Wie heeft dit verzonnen? Nou, bedankt voor het comment. Nee, ik vind het wel... Het is wel grappig, maar... Hij moet wel recht op mijn boot staan, anders dan zinkt mijn boot gelijk. Wacht, ik trek het vlot een beetje meer op land. Zo. Oh, ik had gedacht dat je dit vast zou maken aan een structure, maar dat is... Ik heb misschien iets te veel andere spelletjes gespeeld. Waarbij dat het geval is. Ja, dan moet ik een heel groot vlot maken en dan kan het bed misschien wel tillen. Maar het is wel echt een voordeel dat we overal kunnen saven. Dat is wel echt prima. Ja, kan ik hem nog een stukje slepen? Man, dit is wel echt heel lastig. Hij moet wel echt precies recht staan, anders krijgen we echt sowieso gedoe mee. Dat weet ik nu al. Als we ermee gaan varen. Nee, misschien gaat het wel. Ja. Oké, okay, ja. Het wel een beetje in de buurt van wat ik wil. Oké, okay, stop. Te ver. Oh, te ver. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ik ga nu gewoon hier slapen. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Ik heb allemaal pijlen terug. Relax. Waarschijnlijk toen ik de boog weggooide of zo. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik vond het weer leuk. Stranded Deep. Het blijft toch een leuk spelletje. Anyway, laat een like achter. Laat een comment achter. Misschien heb je nog meer dingen die ik op het vlot wil gooien. En dan het vlot zien omvallen. Nou, dat is wel goed. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!